bespreking van het eerste deel van paragraaf 40 van boek 21 van Amor Condita. We hebben in het voorafgaande gelezen dat Hannibal de Alpen oversteekt. De eerste Gallische stam waar hij op stuit, dat is de stam van de Taurijnen, dus tussen de Alpen en de Po-rivier. Van die Taurijnen verovert hij de hoofdstad die wij nu kennen als Turijn, Torino. Hannibal hoopt dat andere Gallische stammen ten noorden van de Po zich bij hem zullen aansluiten, maar dat gebeurt niet meteen. En Hannibal stuit in de buurt van Placentia, wat wij nu kennen als Piacenza, op het leger van Scipio. Scipio legert zijn troepen bij de rivier de Ticinus en spreekt zijn troepen toe, omdat hij voor dit leger een nieuwe bevelhebber is. En op dat punt beginnen we weer met het Latijn. Scipio gaat eerst in op de toestand van de Carthaagse soldaten. Ne ignoretis, opdat jullie niet weten, een litotes, dus opdat jullie heel goed weten om te bereiken dat jullie heel goed kennen, bewustzijn, jullie je bewustzijn van het soort van oorlog en opdat jullie ook niet weten de vijand of de vijand, opdat jullie de vijand goed kennen. Dan komt er een gerundivum constructie, die soldaten worden aangesproken, hè? Beste soldaten. Est phobis pugnandum, er is voor jullie of door jullie gestreden moeten worden, jullie moeten strijden, jullie moeten vechten met die mensen, die. En dan komen er drie relatieve bijzinnen, de eerste begint met quos, daar eentje met aquibus en daar nog eentje met aquibus. Dus tricolon en asyndeton voegwoorden staan er niet, dus jullie moeten met die lui vechten, die. Jullie hebben overwonnen. In een oorlog, in een eerdere oorlog, die jullie in een eerdere oorlog al hebben overwonnen, terra mariqua, vaste uitdrukking, op land en op zee, te land en ter zee. Jullie moeten met mensen vechten van wie jullie hebben geëist, ex egi van ex igere is eisen, perfectum vorm, van wie jullie hebben geëist, een schatting, dus geld. Per anno's, gedurende jaren, gedurende 20 jaren, hebben jullie van die gasten geld kunnen eisen. Van wie jullie hebben. En bij dat capta, dat hoort bij praemia, van wie jullie genomen hebben, letterlijk. Beloningen van oorlog, als beloningen voor de oorlog, Sicilië en Sardinië. Dus in de Eerste Punische Oorlog, zegt Scipio hier, hebben de Romeinen die twee eilanden van de Carthagers afhandig gemaakt. Irit, er zal zijn. Onderwerp is animus. Er zal die geest, die stemming zijn in deze strijd, in de strijd deze. Er zal dus in deze strijd die stemming zijn. Phobis voor jullie, dus de Romeinen en Eli en de Carthagers. Die esse solet, die er gewoon is te zijn, die er altijd is, voor victoribus, voor overwinnaars en voor overwonnenen. Dus in feite, zij hebben de stemming, wij hebben al verloren, en jullie hebben de stemming, wij hebben al bijna gewonnen. Dat zegt Cicero hier. Nec, en niet, en dan staat het gezegd, er staat helemaal achteraan, zoals vaak pugnaturi sunt, zij zijn zullende strijden. Pugnaturi is een participium van het futurum van pugnare, zullende strijden. Zij zijn zullende strijden, heb ik vertaald met zij staan op het punt om te strijden. Je kunt ook zeggen, of vertalen, zij zijn van plan om te strijden. En niet staan zij nu op het punt om te strijden. Illy, dat zijn dus die Carthagers, onderwerp zij. Nu, zij gaan nu niet vechten omdat zij dat durven, omdat ze de moed hebben, maar omdat necesse est, omdat dat noodzakelijk is. Ze kunnen niet anders. Zij, die per hierint, die zijn omgekomen, bijna met meer dan dat er over zijn. Ja, dus ze zijn meer dan de helft van hun leger kwijt, zegt Scipio hier.
tenzij, of als niet letterlijk, hè, als tenzij jullie geloven, en van dat creditis hangt een ACI af, namelijk eos nactos esse. Nactos esse komt van nankiski, is een deponens dat krijgen betekent. Dus tenzij jullie geloven dat zij gekregen hebben, wat ze gekregen hebben staat hier, plus spei, meer van hoop. Tenzij jullie denken dat zij meer hoop hebben gekregen, duabis partibus amissis, dat is een ablativus absolutus, nu twee delen verloren zijn, en twee delen is de bedoeling twee derde, dus twee van de drie delen. Tenzij jullie denken dat ze meer hoop hebben gekregen, nu ze twee derde deel verloren hebben, nu twee derde deel verloren is van de infanterie en van de ruiters, dit is ook meervoud, van de voetknechten en van de ruiters, in transitu bij de overtocht van de Alpen. Dus Cicero zegt hier, je denkt toch niet dat zij zin hebben in dit gevecht, nu ze twee derde van hun manschappen verloren hebben bij de oversteek van de Alpen.